Welkom bij Amersfoort Update, een gloednieuwe Amersfoort Update, een sportupdate. Vandaag is verschenen een nieuw sportblad, een nieuw sportkrant. 60.000 exemplaren en Balt Gemelig kan ons daar alles over vertellen. Een kwartaalblad met alle sporten zijn erin vertegenwoordigd. Vanavond zijn ook een hoop verenigingen uitgenodigd, die gaan we uitgebreid interviewen. Maar Balt gaan we eerst heel even lekker in het zonnetje zetten, want het is een grandioos succes geworden. Balt, kom erbij man. Jij durft hoor, met een nieuw fysiek krantje, hè? Ja, vind je? In deze tijd van internet en alle tablets en zo. Ja, ik besef het. Ik heb het ook zeker bij stilgestaan dat het toch wel een risico is. Maar ik durf toch wel de uitdaging aan. En dat kwam ook door dat in het noorden, dat is eigenlijk, daar ben ik op het idee gekomen, in het noorden, in Drachten, komt Smallingland Sportief. Dat is ook een kwartaalkrant, die komt al 5 jaar uit, elke 3 maanden. En dat is die mensen ook gelukt. Weliswaar is dat een wat kleinere plaats, zijn ze makkelijk adverteerders te krijgen. Maar is het ook gelukt om dat te realiseren. Toen dacht ik bij mezelf, nadat ik een jaar geleden bij de stad Amersfoort ben gestopt, had ik mijn handen vrij. Toen dacht ik ga eens even kijken of ik dat kan realiseren. Draai hem om. Kei in zo, ja. Sport. Amersfoort, editie Amersfoort. En die naam hebben we gekozen op advies van Erik Jacht, onze adviseur. Omdat we wellicht, als het zover ooit zou komen, nog wel eens naar andere plaatsen willen gaan. Dan kan je dus noemen Kei in Sport Leusden, Kei in Sport Soest, noem maar op. Maar vooralsnog beginnen we daar natuurlijk niet mee. Kijk, ik zet het nu op. Ik ben al 68, dus ook een dagje ouder. Kan ik ook wel merken. Goed uit, man. Dankjewel. Nou. Maar misschien dat iemand anders straks zegt, nou prachtig, daar wil ik graag mee door. En ik heb al gemerkt dat er mensen zeggen, oh, dat vind ik wel heel leuk, ja. Noem even de website. Die gaat zo onthuld worden, want mag, ja, je dat vertellen? Mag je dat al vertellen? Ja, kei in sport.nl. En de Facebookpagina, maar weet ik even niet uit mijn hoofd, maar dat is kei ook zijn Facebook, kei in sport.nl, zoiets. Dat ik gewoon vind dat lokale kranten en de media te weinig aandacht aan de sport besteden. Dat heleboel sportclubs die komen gewoon niet in aanmerking voor een stuk of wat dan ook. Nou zou ik ze niet allemaal natuurlijk kwijt kunnen in die krant. Maar we gaan wel proberen om ook de leuke verhalen eruit te halen. Ook eigen gezicht te geven, wat ik heel belangrijk vind. Ik ga absoluut geen verhalen die in de kranten vertellen. Gewoon eigen orde. Als je ziet in die krant nu uitgekomen is, er staan onderwerpen die je in de kranten nog niet gezien hebt. Ik zei net al tegen Hans Buitelaar, wethouder sport. Ik vind het een dappere uitdaging, deze krant, een fysieke krant. Ja. In de tijd van internet en sociale media. Denk jij dat het haalbaar is? Nou ja, ik zie hem net pas. Maar waarom niet, hè? Want je moet het denk ik bijna meer zien als, we noemen het een krant. Maar ja, je moet het meer zien als een blad, hè? Als een magazine. Ja. Want hij komt 4 keer per jaar uit. Nou, dat is net als een magazine. En er staan dus wat artikelen in die je gewoon even lekker gaat lezen. Niet 's ochtends misschien altijd meteen bij je ontbijt. Maar wel 's avonds even lekker, of in het weekend gewoon even. Kijk, hier, Amersfoort, motorhoofdstad van Nederland. Wie wist dat nou? Maar het is, weet je, dat soort dingen. Ja, daarom. Dat vind ik leuk. Dus ik denk, omdat het dus geen echte krant is zoals we kennen iedere week of zo. Dat die oplages lopen terug. Ja, daarom. Dus, als het gewoon goed te lezen is, waarom niet? En als het gefinancierd kan worden, ja, nou, dan, ja. Is het gewoon dan hartstikke. Dan is het voortbestaan wel gegaan. Ja, waarom niet? Zeker weten. Levensvatbaar dus. Ja, en zeker als er zulke enthousiaste mensen achter zitten natuurlijk. Ja, ja, ze zijn wel enthousiast. Daarom, ja, ja. Dus dat moet lukken. Wat ik wel gelijk al in de eerste krant gedaan heb, ik heb een overzicht gemaakt van alle 120 sportclubs. Die staan er allemaal zo'n beetje, de meeste staan in die krant met een website, zodat de mensen al weten wat voor sporten mogelijk zijn. Ja. Daarnaast heb ik ook een sportagenda die ik er ook in wil brengen, zodat de mensen ook een beetje op de hoogte zijn. Het enige wat we niet kunnen is actueel zijn. Maar daar hebben we dus een website voor, die ook vanavond gelanceerd gaat worden. Die gaat vanavond ook gelanceerd worden? Gaat, en de Facebookpagina? Ja, absoluut. Het hele sociaal gebeuren gaat een hele belangrijke rol spelen. Ook al voor de adverteerders natuurlijk. Ik ben begonnen een aantal mensen te benaderen. En ik ben er soms ook al een aantal mensen tegengekomen. Bij toeval ook opmakers. Onder de volgende voorwaarden. Jongens, ik ga dat en dat beginnen. Jullie kunnen eraan meewerken. Je hebt een eigen bedrijf. Vooralsnog betaal ik even niets. Dat gaat pas gebeuren als die krant daadwerkelijk in de brieven is gerust. Dan ga ik pas echt beginnen. Dus mijn streven was om gewoon een aantal adverteerders binnen te halen. En toen ik op een gegeven moment zeg maar 70-80% binnenhaal van wat de kosten zijn, dacht ik, nu gaan we echt starten. Dat betekent dat we pas een week of 6 geleden met de redactie zijn begonnen. We zijn pas met de opmaak begonnen. Dat is zo'n beetje, en daar gingen ze allemaal akkoord mee. Als het wethouder niks wordt, dan is krantenjongen misschien wel een leuke optie in dit geval. Want je doet het hartstikke leuk. Ja, het is een soort omgekeerde carrière is dat, ja. Terug naar de roots. Ja. Even kort,
Denk je dat het haalbaar is, een fysieke krant? Nou, er werd net een voorbeeld gegeven in Smallingerland, waar het haalbaar is. Ja. En Balt heeft, denk ik, zijn huiswerk heel erg goed gedaan. Dus als het daar kan, ja, waarom zou het dan niet in Amersfoort kunnen? Dus jij ziet het zitten ook wel? Ik zie dat wel zitten, ja. Ja, ja, ja. Ben je tevreden? Ik ben meer dan tevreden, ja. Tuurlijk is er altijd nog wat aan te merken. Dus we zullen de tweede editie die in juni uit gaat komen, zullen ongetwijfeld gaan we nu proberen om er nog een beter blad van te maken. Staat open voor aanwijzingen, kritiek, verbeteringen? Ja, zeker, zeker, absoluut. Zeker ook. Dat zie ik ook. En dat geldt ook. De adverteerders moeten ook tevreden zijn. Dat is voor mij ook erg belangrijk. En ja. Exemplaren? Ja. Amersfoort is groot genoeg voor deze aantallen? Ja, zeker wel. Het is jammer dat we niet overal in de brievenbus mogen gooien, want anders was het nog meer geweest. Dus we houden ons aan alleen de mensen die de krant willen ontvangen. Dat betekent 50.300 gaan er verspreid worden komende zaterdag. Komende zaterdag. En daarnaast hebben we er nog 10.000 die we dus overal, Joop, gaan neerleggen met de hulp van posters, dat de mensen kunnen zien op de ramen dat die krant daar verkrijgbaar is. Bij benzine, overop. We gooien de hele stad plat. Ja, dat is echt mijn bedoeling. Dat is... Mag ik jou, Balt, ja, voor dit initiatief heel veel succes wensen? Dankjewel, Joop. Ik hoop dat het een enorm succes wordt, nogmaals. Ik hoop het. En dat jij in het kwartaal genoeg input krijgt. Wil je aan alle verenigingen nog een oproep doen dat ze eventueel... Nou, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Graag. Het onderwerp, ik heb niet alle verenigingen benaderd. Daar had ik gewoon niet de tijd voor. Noem maar op. Dus ik bij deze graag een oproep als verenigingen zich willen melden. Dan kunnen ze een e-mail naar me sturen. Wat dan ook. Met ideeën. Noem maar op. En ik ga alles positief bekijken. Niet alles haalbaar zijn. Want ja, we hebben 32 pagina's en met 30 adverteerders, die natuurlijk ook belangrijk zijn. Die ik ook uiteraard dankbaar ben dat ze mee... Je mag rustig weten dat al voor vier edities al verschillende meer meegedoen. Dus ik heb de basis van de andere drie edities ook al aardig gelegd. Ja, echt goed bezig, Bart. Ja, 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 de helft van het hele budget heb ik al binnen voor vier edities. Dus dat is al netjes. Heb je er zin in? Een stukje? Iedereen dat zien? Amersfoort heeft 150.000 inwoners en loopt nog ietsje achter op het gebied van sportinvesteringen. We geven er op jaarbasis 7 miljoen aan uit. Dat zou iets meer mogen zijn, maar met name dat stukje sportstimulering. Dan zou je denken van, dan steek je heel veel geld in zo'n nieuw zwembad. Ja, ik denk dat dat helpt. Ik denk dat dat enorm impuls geeft aan de stad, zowel op het gebied van breedtesport als op het gebied van topsport. Ik denk dat we daar enorm trots op kunnen zijn en ik wil jullie dan eigenlijk bij deze ook uitnodigen om het weekend van, even uit mijn hoofd, 20, 21 en 22 april naar de Amarena te komen om de opening mee te maken. Nog even over de Amarena. Hebben wij nog een afspraak of was je die kwijt inmiddels? En dan gaat het waarschijnlijk over een zwembroek in de kleur geel. Ja. En het codewoord is 10 meter. Ja, die? Ja. Ja, 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 ja. Zullen wij daar nog een keer over... Zullen wij de 20ste april langskomen? Okay. Ja. Hans, ga je gang verder met het uitdelen van de Dankjewel. Krant. Ik hoop ook inderdaad voetbal dat het een enorm succes wordt. Doe jij er ook nog een bijdrage aan leveren? Ik heb hier reeds een bijdrage aan geleverd. Ik heb Balt al in een vroegtijdig stadium aan tafel gehad. Ja, dus, ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Okay. Ik heb nog even een vraag. Je noemde net het sportgala. Ja. Dat was wanneer? 26 november. Ja. Is het dan wel leuk als iedereen een gala-tenue komt? Ja, daar ben ik altijd voor. Ja. Zeg nog, ik vind ook eigenlijk dat iedereen het moet doen. Want vaak zijn de wethouder en ik natuurlijk alleen de gala. En de burgemeester. Ja. Maar dan houdt het wel op, hè? Wil je dan nu een oproep doen? Kom allemaal naar het gala. Het is nog ver weg. Maar het wordt weer een geweldige editie. En kom allemaal mooi in smoking. Of in het lang, hè, de dames. Ik kan ook in smoking. Ja. Inclusief de tv-verslaggever. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Altijd. Ja? Ik ben altijd in smoking. Okay, ja. Bedankt. En nou, ja, tot later dan maar. Tot later. Amersfoortse voetbalkampioenschappen? Als het lukt wel, ja. En volgende week, over 3 weken, naar Amarena natuurlijk. Ja, mag ook een rolletje spelen. Ik heb de wethouder al uitgedaagd. Het is een gele zwembroek. Dus dat wordt hele leuke televisie. Oh, ik ga kijken. Ja, dankjewel. Dankjewel.
Ik ben Suzanne en ik doe voltige, dat is turn op een paard. Ik ben Anil Kabri, ik ben 22 jaar. Ik ben een kickboxer op hoog niveau bij de Champions League van Glory. Bij FPA in Amersfoort, de Fight and Power Academy. Onder andere Joop Kasteel, Andrew Houtveen en vele meer. Toppers. Heel veel sterkte voor Joop. Het gaat heel goed met hem. En hij is heel sterk. Hij is een hele sterke man en hij gaat het ook redden. Oei. Ik ben Elise en ik doe aan zwemmen bij ZPC Amersfoort. En wij kijken heel erg uit naar Amarena om daar te gaan trainen. Ja, de wethouder ook. De wethouder kijkt ook uit. Hoi, ik ben King, ik ben 23 jaar. Ik zwem net als Elise ook bij ZPC Amersfoort. En we hebben ontzettend veel zin in het nieuwe zwembad en het NK wat er in juni plaats gaat vinden. Dus kom allemaal naar het introweekend op 21 en 22 april. Ik zou je heel snel aankleden, want de dames die staan te zweten daar aan het eind in de zaal. Gaan we kan ik beter hier? Wie hebben we hier? Ja, ik ben Fons van Heugden. Ik ben een klassieke zijspan motocrosser. Ja. Ik zit in de nadagen van mijn carrière natuurlijk. Ja. En waar verder nog? Ja. Veel gas geven. Oké. Okay. Ja, Cindy Boersma en ik weet het echt. Ik heb het niet goed wat doe jij? Nou, ik ben docent. Ik doseer sporten. Oké. Okay. Wat voor sport? Yoga, pilates, cardio. Oké. Okay. Nou, dat was het. Dankjewel. Okay. Ik ben Annabel en ik rijd paard met mijn pony. Ja. Yeah. In Hoevelaken. In Hoevelaken. Hoe heet je paard? Valerita. Valerita. En hier hebben we die kanjer van Hooglanderveen. De spits, de toekomst. En hier is, hoe heet je? Timo. Timo. Wat staat Timo? Rechts. Rechts. Op het middenveld. Ja. En heb je al gescoord? Ja. Heerlijk dat interview met die jeugd, hè. Dankjewel, Timo. Oké. Okay. Dat waren ze. Kei in sport. Kei in sport. Kei in sport. Oké. Oh man. Wat gemelig. Ja. Daar gaat hij dan. Kei in sport. Ja. In de toekomst nog heel lang. Dankjewel. Doorgaan. Dankjewel, Joop. Okay.